Maar eerst naar Nikki, want burgemeester Bruls die overlegt vandaag met Grapperhaus over de inzet van het leger. Ja, want er verschillende regio's die hebben al om hulp gevraagd. Het gaat om Groningen, Noord- en Oost-Gelderland en Twente. Zij hebben gezegd, ja, het lijkt hier niet meer te gaan lukken om voldoende zorg te leveren in de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Kunnen jullie alsjeblieft bijspringen, het leger dus? Nou, vandaag wordt daarover overlegd door burgemeester Bruls met minister Grapperhaus. Want er zijn ook nog andere regio's die nog net niet in dat zwartste scenario zitten, maar die daar wel toe dreigen te gaan. Nou, Hubert Bruls is ook de voorzitter van het Veiligheidsberaad. En hij zegt dat het echt noodzakelijk is dat het leger nu ook komt helpen. Defensie kan op zich heel veel bieden. Waar nu vooral ook heel veel behoefte aan is, is toch wel, ja, wat ik maar even populair mag noemen, de handen aan het bed. Maar ook hulp om bijvoorbeeld te ondersteunen bij logistieke zaken, waar je misschien niet per se iemand met een medisch diploma nodig hebt, die kan ook heel welkom zijn. Maar het gaat hier echt wel over de zorg aan mensen in een tehuis. Dus het moeten wel mensen zijn die er verstand van hebben. Ja. Wat zegt dit jou, Robert? Ja, ik vind het wel begrijpelijk. Als je kijkt naar wat er de afgelopen dagen in Dover, in Groot-Brittannië, is gebeurd met die files van chauffeurs. Daar is het Britse leger ook te hulp geschoten. Ik vind dit een goede oplossing. Als het niet anders kan, dan moet het maar zo. Ja, is dat in andere Europese landen ook zo? Ja, en het is ook in Nederland in de Eerste Golf ook gebeurd. Mm-hmm. Hè? Toen het nodig was, zijn specialistische onderdelen van het leger, mensen inderdaad met verstand van medische zaken ook, zijn ingezet. Ja. Dus het kan en waar nodig moet het. Ja, maar zegt dit dan dat het een teken is dat het de verkeerde kant op gaat? Of dat het juist goed is vooraf om de zorg, dat we er alles aan doen om de boel overeind te houden? Nou kijk, er spelen meerdere dingen. In de eerste golf was het ziekteverzuim ook onder medisch personeel lager. Dat is logisch. Er komt nu voor een tweede keer een situatie op deze mensen af. Waardoor ze zeggen van het is weer alle hens aan dek. Mm-hmm. En deels zijn ze nu zelf, de verpleegkundigen, zelf geveld door corona. Ja. Ziekteverzuim is hoger, dus dat speelt mee. En in andere landen gebeurt dit ook. Dus de hele discussie over hebben we wel genoeg handen aan het bed, die speelt al zonder corona. Nou, in corona speelt die nog meer. En dan kan je het Rode Kruis of het leger inzetten daar waar het nodig is.